Het was de langste formatie ooit. Door ruzie in de politiek was het vertrouwen onder politici in Den Haag tot het nulpunt gedaald. Alles wat er mis kon gaan, dat was al misgegaan. En na veel hangen en wurgen kwam er dan toch eindelijk een nieuw kabinet. En de architecten van dat kabinet, Rutte 4, die zitten hier voor het eerst samen aan tafel voor een terugblik. De informateurs. Johan Remkes, welkom. Wouter Koolmees, welkom. Dank u. Meneer Remkes, u bent de eerste die aan bod komt op dit ingewikkelde schaakspel in september. Laten we kijken of we politieke geschiedenis kunnen schrijven. U wordt opgebeld, als ik goed ben geïnformeerd, door de demissionair premier Mark Rutte. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik zat op dat ogenblik net in een overleg over de afhandeling van de waterschade in Limburg. En heb gezegd, ik heb even geen tijd, dus bel over een half uur maar terug. Oh, dat kan ook bij de premier, dat wist ik niet. Ja, ik bedoel, het is niet zo. U piept en wij draaien, wat mij betreft. En toen hadden we daarna het telefoongesprek, waarbij hij mij die vraag stelde of ik dat wilde. En toen heb ik gezegd, nou, daar moet ik wel even over nadenken. En toen zei hij, weet je wel, toen Henk Vonhoff, de toenmalige burgemeester van Delfzijl, een keer belde of die waarnemend burgemeester in Beerta wilde worden, dat Ivo op Stelten toen ook zei, daar moet ik even over nadenken, dat Henk Vonhoff toen op dat ogenblik zei, dat heb je nu dus gedaan. En Rutte ook dus. Hij gaf u 1 seconde bedenktijd en toen zei u... Ja, en je weet ook dat je zo'n verzoek niet kunt weigeren. Oké, dus bij u was het... Ja, heeft u nog voorwaarden gesteld aan uw opdracht bij Rutte? Heeft u nog gezegd van alleen onder die condities? Nee. Hij belde mij met de vraag het onderzoeken van een minderheidskabinet. Ja. Dus ik wist wel wat de primaire opdracht was. Meneer Koolmees, u komt later in de race. Wordt u gebeld door Sigrid Kaag? Ja. Had u meteen zin in deze klus? Ja. Eigenlijk wel, ja. Ja? U hoefde, had geen bedenktijd nodig? Nee. Laten we even kijken, ook voor mensen thuis, wat eraan vooraf ging. Want er waren al 2 informateurs geweest en die waren gestrand en behoorlijk gefrustreerd in het hele land. Kijk mee. Dus een aantal partijen, dat is u niet ontgaan, bestaat onvoldoende vertrouwen voor samenwerking. De Nederlandse kiezer heeft inmiddels een poos geleden naar de stembus gegaan. Het vertrouwen wordt er niet groter op. Dus daar maak ik me bezorgd over. De andere kant is wat ik zie gebeuren tussen partijen en wat ik ook tijdens dit proces heb zien gebeuren, is een heel broos lijntje wat kan breken. Als het aan mij ligt, dan wordt op korte termijn de focus gericht op de inhoud. Daar vraagt de samenleving om. Ja, dat werd voor de zomer ook gezegd. Er werd zelfs gezegd, we gaan eerst over de inhoud praten. Daarna kijken we welke partijen daarbij horen. Ondertussen zijn we weer een paar maanden verder. En die inhoud dat, die is nog steeds onduidelijk. Als dat de houding blijft, ben ik er snel mee klaar. En meneer Koolmees, u kijkt naar dit fragment en u begint te lachen. Waarom? Ja, het frustrerende aan het hele proces was natuurlijk dat totdat wij begonnen samen, is helemaal niet over de inhoud gegaan. Mm-hmm. Het ging alleen maar over de vraag wie wil met wie gaan regeren. Ik dacht dat u moest lachen om de houding van meneer Remkes. Ja, ook, ja. dat is ook wel heel kenmerkend voor Johan. Het is een soort van, we gaan het nu over de inhoud hebben. Een soort no-nonsense houding, ja. Die ik heel erg leuk vind. Maar wat u zegt is heel belangrijk. Er is dan al maandenlang geleuterd over niks. Ja, mevrouw Hamer heeft natuurlijk geprobeerd in de zomer een stuk te schrijven met VVD en D66 over de inhoud. Ja. Maar daar ging het natuurlijk helemaal niet over. Nee. Het ging alleen maar over wie wilde met wie gaan regeren. Ja. En wie blokkeert de andere partijen. Dus dat was een beetje wat Johan eigenlijk opgelost heeft in de fase voor mij. Want toen wij samen begonnen, toen was het gewoon, het waren die 4 partijen hadden gekozen. Ja. Wij gaan nu een kabinet vormen. Maar daarvoor ging het alleen maar over wie met wie. Zoals gezegd, u komt in oktober. Meneer Remkes, u krijgt de opdracht, dat zei u net al, onderzoek dat minderheidskabinet. CDA, VVD, D66. Was dat een lekker begin van uw klusje? Nou, ik heb ook nog een verleden als voorzitter van de Staatscommissie Parlementair Stelsel. Ja. En daar hebben wij ook iets over minderheidskabinetten geschreven. En ik ben daar dus geen principieel tegenstander van. Integendeel, dat biedt ook een aantal voordelen. Dus op grond daarvan heb ik ook met opgewekt gemoed dat onderzocht. Maar mij is wel gebleken dat toen die motie in de Kamer werd aangenomen, nadat Mariette Hamer haar verslag had uitgebracht, dat de fracties eigenlijk dat echte minderheidskabinet niet echt wilden. Want dat hebben we in de loop van het proces natuurlijk vast moeten stellen. Dat het werd allemaal te instabiel gevonden. En, dus dat ging niet vliegen, die variant. En vervolgens
zijn er extra parlementaire mogelijkheden aan de orde geweest. En dat is serieus verkend. Maar de Partij van de Arbeid en GroenLinks hadden in een beginfase ook al laten weten dat men helemaal niets voelde voor een gedoogconstructie. Dus het viel af. Wat zich hier in feite in dit hele formatieproces verbroken heeft, dat is dat er een aantal uitsluitingen lagen. En dat was voor de verkiezingen al zo, dat PVV en Forum werden uitgesloten. Vervolgens sloot D66 ChristenUnie uit. Het CDA en de VVD wilden niet met GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen. En dus de optelsom der dingen heeft die hele lange formatie eigenlijk bewerkstelligd. En het meest logische volgens de wetten van de politieke logica zou wat mij betreft zijn geweest, als na de verkiezingen eerst, want de zittende coalitie had bij de verkiezingen gewonnen, als die mogelijkheid als eerste onderzocht zou worden. Niet dat je daarmee de zekerheid had dat dat ook het eindresultaat zou zijn, maar het was wel logisch geweest als daarmee was begonnen. Maar goed, daar ging iets aan vooraf natuurlijk. We weten het allemaal, toeslagenaffaire, Pieter Omtzigt, functie elders, een debat in de Kamer op 1 april. U komt aan bod als informateur en u bent nog maar koud begonnen. En dan wordt er een toespraak gehouden hier in Amsterdam, de HJ schoollezing door de D66-leider Sigrid Kaag. En die zegt dit. Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen, zonder visie. Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk, staat geschreven in de spreuken. Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan, als politiek niet langer als middel wordt gezien, maar als doel op zich, als beheren en accommoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal, betaalt de samenleving uiteindelijk daarvoor de hoogste prijs. Meneer Remkes, u hoort deze toespraak. Not amused. Not amused. Woedend? Nou, woedend ben ik niet zo snel, maar u zult zich voor kunnen stellen dat ik dat met hele gemengde gevoelens heb aangehoord en dat ik dacht, dit is wel een hele valse start. Van haar? Ja. Dan zit je, neem ik aan, met een probleem. Hoe was de temperatuur tussen Kaag en Rutte na die toespraak bij u in de Kamer? Nou, die was in het begin wel even kil, laat ik het zo maar zeggen, maar dat is wel heel sterk verbeterd. Het beeld dat in die hele formatiefase, waar in ieder geval Wouter en ik bij betrokken zijn geweest, en zeker toen het wel over de inhoud ging, dat die verhouding heel slecht was, dat beeld herken ik niet. Ja, maar dat komt later. Maar u maakt een sprong, want we hebben die toespraak die is uitgesproken. De verhouding is kil. Dan moet u op een gegeven moment duidelijk maken aan de partijen, als dit zo verder gaat, wat dan? Wat heeft u gezegd tegen ze? Op een gegeven ogenblik heeft op een zondagavond Sigrid Kaag mij gebeld met een mededeling. Wij laten onze blokkade van ChristenUnie vallen. En wij willen met alle zes verkennen of er een kabinet mogelijk is. Ja. Toen heb ik tegen haar gezegd, ik hoop dat je realiseert dat dat ook kan leiden tot een gesprek over de vier zittende coalitiepartners. Dat had ze zich gerealiseerd. En de dag daarop volgend, dat was dus de maandag, ja, toen vonden er nog weer hele moeizame gesprekken plaats. En toen heb ik gedreigd? Sorry. En toen heb ik 's avonds gezegd van beste vrienden, jullie moeten nu kiezen. En als er niet gekozen wordt, dan is het alternatief nieuwe verkiezingen. En dat heb ik, denk ik, op een tamelijk indringende wijze gezegd. Ik was daar niet bij, ik heb het wel gehoord later. Ja. Ja. Dat was inderdaad een indringende manier. Maar als u dat zegt, meneer Remkes, meneer Koolmees, als hij het zegt tegen de partijen, dan weten die partijen op dat moment, oh, wacht even, dan kunnen we onze macht verliezen. Want zo goed staan we er niet meer voor. Als er nu verkiezingen zijn in Nederland, verliezen we de optie van het kabinet dat we hadden. Hoe belangrijk is dat dreigement geweest van Remkes om te zeggen, en nu aan de slag?
Nou, ik denk, het is een combinatie van dingen. Ik denk dat het een belangrijk dreigement is geweest. Ook omdat je zag dat het zo lang duurde en de verhoudingen steeds zuurder werden. Ik denk dat deel van de toespraak van Sigrid Kaag ook frustratie was over het feit dat VVD en CDA natuurlijk de combinatie Partij van de Arbeid en GroenLinks blokkeerden. Kende u de tekst van Sigrid Kaag? Had u hem gelezen van tevoren? Nee, ik ken de tekst niet. Wat vond u ervan, wat ze zei over Rutte? Nou, ik begrijp het gevoel heel erg goed. Want Sigrid had natuurlijk campagne gevoerd met een progressiever kabinet. En de frustratie van dat moment was, er was een stuk VVD D66. Mm-hmm. Maar GroenLinks en Partij van de Arbeid hielden elkaar vast. Ja. En VVD en CDA zeiden dat we niet met ze samen. Was het verstandig? Nou ja, in het hele proces zijn er dingen gebeurd die de verhoudingen een beetje op scherp hebben gesteld. En dat is op zich wel goed, denk ik, in zo'n formatieproces. Maar nou, terug naar uw vraag. Ja. Dat moment is natuurlijk wel heel bepalend geweest. Want die woensdag daarna is inderdaad de keuze gemaakt. We gaan geen minderheidskabinet voeren, maar we gaan met de vier partijen... gaan we een meerderheidskabinet voeren. Maar er gebeurt nog iets. Meneer Remkes, u heeft uitgelegd dat u gedreigd heeft met verkiezingen. Dan wordt er plotseling een verdachtmaking gemaakt aan uw adres... uit kringen van meneer Koolmees van D66... dat u te diep in het glaasje zou kijken iedere dag... en als een halve alcoholist door die kamer slingert. Ieder woord wat ik daar nu over zeg is een woord te veel. Want? Ik wil daar verder geen woorden aan vuil maken. Maar dat het u geraakt heeft, dat zie ik u op uw gezicht. Ja, vanzelfsprekend. Ik heb toen... bij de persconferentie over het eindverslag heb ik gezegd... mij valt in Den Haag wel vaker op... dat de cultuur hier gericht is op kapot maken en niet op heel maken. Nou, daar was dit een typisch voorbeeld van. Ja. Wat vond u daarvan, meneer Koolmees? Want het kwam uit uw kring. Nee, ik vond het heel onverstandig. Heel goed dat er heel snel excuses is aangeboden, ook aan Johan. Ik wil er niks meer over zeggen, ook zeker niet als, omdat het alweer opgerakeld wordt. Maar ik vind het heel verstandig, daar laat ik het bij dat excuses zijn. Maar kijk, ik vraag het natuurlijk omdat het ook een cruciaal moment is in deze hele formatie. Is ook zo, ja. Want daarna slaat mevrouw Kaag ook een andere toon aan, toch? Voor mij was die beweging al eerder ingezet. Ja. Althans, die heb ik natuurlijk van dichterbij meegemaakt, vanuit de D66-hoek. Dus voor mij was daarvoor ook een toespraak geweest hier in Amsterdam op een zondag. Waar ze ook die beweging had gemaakt. Ja. Dus ik wil daar geen directe relatie tussen leggen. Nee, maar even, we gaan het er zo over hebben. Want dit gaat over de bestuurscultuur in Den Haag. Over de manier waarop het parlement omgaat met vak K, met de ministers. Maar even de rollenverdeling tussen u beiden bij deze formatie, tussen de partijen. Hoe is die? Die is heel natuurlijk. Johan is meer non-nonsig en wat meer dingen op scherp stellen. En ik ben wat meer van de harmonie en proberen te knuffelen met mensen. Hoe heet dat? Wouter stond natuurlijk veel dichter bij de cijfers en bij de actualiteit. Dus die had vanuit die invalshoek een wat nadrukkelijker rol. Maar die rolbeschrijving... En dat sloot uitstekend op elkaar. Ja, precies. Heel natuurlijk. Dit klinkt in politietermen in Amerika, noem je dit? Good cop, bad cop, ja. En dan bent u de goeie. Meestal wel, ja. Karakterologisch zit ik zo in elkaar. Ja. En je hebt het niet voor het zeggen als je in deze rol komt, want u hebt elkaar niet uitgenodigd. Bent u een goed setje samen? Ja. Ja. Ja? Ja. We vullen elkaar op een hele natuurlijke manier aan. Hij is een stugge Groninger, althans zuinig met zijn woorden. En dan kunt u het wel mee? Ja, nou, Sigrid had mij van tevoren wel gevraagd. Wat vind je van Wouter Koolmees? Wij kenden elkaar vanuit een wat verder verleden als lid van de bouwbegeleidingscommissie Nieuwspoors. Okay. En ik had in die zin uitsluitend positieve ervaringen met Wouter. En ik dacht, dat komt voor elkaar. Goed, we hebben hier aan tafel de good cop en de bad cop. En we hebben het ook, daar wil ik het met u over hebben, over de bestuurscultuur. Rutte 4 belooft nieuw elan, een nieuwe bestuurscultuur. Daar wacht iedereen met spanning op. De regeringsverklaring hebben we de afgelopen week hebben het debat gevolgd. Laten we even kijken. Nou, eerst maar even, meneer Remkes, u. Wat vond u van die regeringsverklaring en het debat wat we gezien hebben? Nou, laat ik één ding zeggen. Als de term bestuurscultuur valt, dan praten we eigenlijk over een containerbegrip. Hm. Want dat gaat natuurlijk over de verhouding kabinet-kamer, informatieverstrekking en dergelijke. Maar het gaat wat mij betreft niet minder om de verhouding overheid-burger.
Het gaat ook over de verhouding op een departement. En het gaat ook over de parlementaire cultuur. En ja, bij het aanschouwen van het debat van afgelopen dinsdag en woensdag ben ik zeker bij bepaalde delen in dat opzicht niet echt vrolijk geworden. Somber? Ja, ik ben niet zo'n sombermans. Maar ik geloof dat Mark Rutte gezegd heeft, datgene wat Geert Wilders doet, dat raakt aan de onderkant van de beschaving. Wat mij betreft was het daar overheen. Mij viel verder nog op dat ook de Kamervoorzitter aangesproken werd op haar rol. En ik vind dat je dat in het openbare debat niet moet doen. Er zijn bepaalde regels en wat mij betreft zijn die regels geschonden. Dat gold overigens ook in het coronadebat. En dan moet de voorzitter zich gesteund weten door de Kamermeerderheid, als ze vervolgens iemand het woord ontneemt. En daar spreek je de voorzitter in het openbaar niet op aan. Ja. Maar dat doe je dan vervolgens in het presidium. Zo hoort het systeem wat mij betreft te werken. Ja, zoals u zei, in 2018 heeft u daar een parlementair advies over gegeven, of een onderzoek naar gedaan hoe het parlement functioneert. Het was erger, want Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, kreeg alle hoeken van de Kamer te zien, omdat diverse oppositieleiders met name zeiden, u heeft het totaal niet in de hand, u maakt er een chaos van, een puinhoop. Ja, daarvan zeg ik dus, dat hoort ook op die manier niet te werken. Dus de Kamer moet volgens mij eens even goed kijken naar zijn eigen spelregels. Wat is wel geoorloofd en wat is niet geoorloofd. Ja. En daar hoort de afspraak bij dat de Kamervoorzitter onverkort wordt gesteund in de beslissingen die ze neemt. En als de Kamer of Kamerleden vinden dat ze dat niet goed doet, dan hoort dat in de beslotenheid van het presidium aan de orde te komen. En waar de Kamer volgens mij ook nog eens even naar moet kijken, dat is naar bijvoorbeeld het interruptiebeleid. Want ik vond het een tamelijk gênante vertoning dat Sophie Hermans daar 3,5 uur stond en dat iedere fractie daar zijn eigen plasje over moet doen. En het sneeuwt dan totaal onder. Dus de Kamer moet echt goed kijken naar zijn eigen werkwijze. Kees van der Staaij heeft daar een goed advies over uitgebracht. En daar hoort dit debat bij. Duidelijk. Uw punt is duidelijk. Meneer Koolmees, premier Rutte, ik zei het al, beloofde nieuwe openheid, andere bestuurscultuur, containerbegrip volgens meneer Remkes. Dan gebeurt er volgende week het volgende. Groningers die getroffen zijn door de aardbevingsschade, krijgen 10.000 euro subsidie. Staan in de kou, mensen met een rollator. Ja. En op een gegeven moment gaat het luik dicht. Ja, geld is op, toedeloe. Ja, maar heeft Mark Rutte er ook in het debat iets over gezegd dat het gewoon een blunder was die heel snel hersteld moet worden? Volgens mij heeft Hans Velbrief ook deze week nog extra budget beschikbaar gesteld en ook erkend dat het gewoon fout is gegaan. Maar als dus start, hè? Ja, als start van een kabinet. Ja. Je bent de 100 dagen nog niet eens voorbij, de witte broodsweken. Dit ja, in combinatie ook natuurlijk Het is de optelsom van drie emoties. In de eerste plaats de brief die Stef Blok nog gestuurd had. Ja, precies, ja. In tegenstelling tot de verwachtingen die gewekt waren dat er niet meer gas in Groningen gewonnen zou worden. Mm. Het is dit punt geweest en het is de discussie over de kinderhartchirurgie bij het academisch ziekenhuis in Groningen, waarbij zonder enige motivatie een besluit is genomen haaks op eerdere onderlinge afspraken van de ziekenhuizen. We zitten in een situatie in Nederland waar het vertrouwen in de politiek, en meer in het bijzonder ook in dit kabinet, tot het nulpunt is gedaald bijna. Het vertrouwen is heel erg laag. En dan opent een nieuw kabinet, dat belooft nieuw elan, met deze openingsset. Wat doet dat dan weer met het vertrouwen dat al zo miniem is, meneer Remkes? Nou, dat is natuurlijk duidelijk. Ik bedoel, dat vertrouwen is ook hierdoor geschonden. Het vertrouwen heeft een deuk gekregen als gevolg van de lange formatie. Dus het is de optelsom der dingen, vrees ik. Ik ben bang dat het waar is. Ja? Ja, dat ook, het was helemaal ongelukkig, want dit gebeurde op het moment dat het nieuwe kabinet op het bordes stond. En die foto werd gemaakt. Tegelijkertijd waren die lange rijen in Groningen voor die mensen die subsidie aan wilden. Dodelijk beeld. Dodelijk beeld. Ja. Maar het is niet alleen maar beeld, het is ook gewoon slechte uitvoering. Ja. En Mark Rutte zei daar ook terecht van, dit is gewoon een grote blunder. Maar mag ik dan aan u vragen, aan u allebei, het kind dat u gebaard heeft, na 9 weken samen zitten, en dat was zo ongeveer de enige optie. Wordt dat nog wat of is dat een gedrocht? Ja, als je kijkt naar de inhoud,
Dat vind ik uiteindelijk het belangrijkste. Als je kijkt naar wat er als, op klimaat, op de woningbouw, als het gaat over de uitvoering. We hebben het over de politieke cultuur, maar ook over de relatie tussen burger en overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en het UWV. Dan staat er in het akkoord ontzettend veel goede dingen. De proof of the pudding is om het ook te laten werken. Dus een beetje show, don't tell. Laat maar zien dat je het waar kunt maken. En dan is mijn verwachting dat het vertrouwen ook weer terug kan komen. Alleen de combinatie van 9 maanden formeren, onderlinge ruzie, onderlinge wantrouwen, coronacrisis, onderschat dat niet, wat dat ook betekent voor de mindset van heel veel mensen. En dit soort blunders, dat is gewoon een hele valse start. Maar uiteindelijk moet, richting de voorjaarsnota bij wijze van spreken, moeten die hoofdlijnenbrieven komen van de nieuwe bewindspersonen, die gewoon goede dingen gaan doen voor Nederland. Meneer Remkes geeft het land, de mensen die kijken naar Den Haag, dat vertrouwen. Denkt u dat dit kabinet zoveel tijd krijgt om te herstellen van de openingsset die helemaal fout ging? Dat hangt er vanaf wat men doet. En even waar het gaat om die openingsset, voor een deel was er sprake van een erfenis van het vorige kabinet. Dat moet wel gezegd worden. Ik weet niet of die nuance gezien is. Nee, die nuance wordt natuurlijk niet gezien. Nee. Maar even qua feitelijke beoordeling ligt dat zo. Maar het kabinet zal zijn uiterste best moeten doen om te laten zien dat het lukt, dat datgene wat in het regeerakkoord staat opgeschreven, en daar staan ook stevige passages over Groningen in, daar staan stevige passages in over het toeslagenschandaal, dat men er daadwerkelijk en met gezwinde spoed iets aan wil doen. En u ligt het niet. Kijk, u bent ook nog, moet ik er even bij vertellen, de nieuwe voorzitter van het Nationaal Programma Groningen. Dat heeft met de versterking overigens niks te maken. Nee. Dat is veel meer een perspectief. Ja, maar wacht u even mijn vraag af. U bent, dat kun je inmiddels wel zeggen, u heeft de crisis in Limburg deels opgelost. Den Haag was u daarvoor interim burgemeester, nu als formateur. Mag ik zeggen dat u chef wespennest geworden bent in Nederland? Nou, ik heb daar letterlijk mijn hand nog nooit ingestoken. Dus in die vergelijking, in dat symbool, daar herken ik mij niet in. Maar lastige kwesties hebben op mij altijd wel een zekere uitdagende werking. Ja. Laat ik het zomaar zeggen. Want u mag dan nu de kloof die tussen Groningen en Den Haag al bestaat bij de inwoners daar, en die nul vertrouwen meer hebben, mag u dan gaan oplossen onder andere? Nee, daarom zeg ik, dat heeft met de versterking en met de schade niks te maken. Daar hebben we een prima staatssecretaris voor, waarvan ik verwacht dat die dat probleem met gezwinde spoed aan gaat pakken. Ja, die is weer van uw partij, meneer Veldbrief. En meneer Koolmees, interessant om te lezen. Vorige week had u een groot interview in de Volkskrant. U stapt uit de politiek, hè? U bent er klaar mee. En ik citeer even de Volkskrant. U zei daar: ik werd af en toe een beetje sip over de politieke cultuur, het gebrek aan nuance, de compromisloosheid, de beperkte vrijheid om openlijk te kunnen delibereren zonder dat je kop er meteen wordt afgehakt. Dat klopt, dat heb ik gezegd, ja. Ja? Ja. Overigens staat er iets voor, hè? Het is een combinatie van twee dingen. Nuanceer het nou niet, zeg nou gewoon: het was niet fijn daar. Nou, wat ik heb 11,5 jaar ben ik in de landelijke politiek. Als eerste 7,5 jaar als Kamerlid, daarna als minister. En voor een deel is het inderdaad 11,5 jaar een lange periode waar ik ook iets anders wil. Ja. Maar aan de andere kant, en dat is zeker een soort duwkracht, is wel waar we het net over hadden, die verhoudingen in de politiek in Nederland zijn zo hard. Ook de combinatie van bedreigingen. De kop gaat eraf voordat je hebt kunnen uitleggen wat je precies hebt bedoeld. Hè? En het begint in het parlement, hè, met keiharde opmerkingen over en weer. Zeker, ja. En ik ben zelf van de school dat je constructief moet samenwerken om problemen op te lossen. En wat ik zie, is dat dat steeds moeilijker wordt in deze politieke cultuur. Bent u bedreigd? Nee. Dus u heeft niet zoals Sigrid Kaag van uw partij mensen voor de deur gehad. Gelukkig niet, maar ik heb natuurlijk in het kabinet gezeten waar verschillende collega's direct bedreigd waren of beveiliging nodig hadden. En die polarisatie in de samenleving zie je ook terug in het politieke debat, in de politieke cultuur. En het feit dat er ook 19 partijen zijn nu in de Tweede Kamer betekent ook dat je meer moet schreeuwen om op te kunnen vallen. Ja. En dat betekent dus dat die constructieve krachten gewoon minder ruimte krijgen. Meneer Koolmees, u heeft er genoeg van. Meneer Remkes, u lijkt er geen genoeg van te kunnen krijgen. Want u gaat door dus in Groningen met een andere. Ja, u zegt van ik sta op af. Dat is overigens part-time, dat is geen fulltime. Geen part-time. Wat nog tot slot even. Over meneer Koolmees wordt algemeen gezegd van die man die kan het. Die heeft zijn dossiers in orde. Die kan ook nog mensen die elkaar naar het leven staan weer bij elkaar brengen. Wat betekent dat eigenlijk als mensen die talenten hebben geen trek meer hebben in een verantwoordelijke positie in een kabinet in Nederland?
Nou ja, dat is een zorg die we met elkaar kunnen hebben. Dat mensen niet bereid zijn om in een politieke functie te acteren. En dat mensen dus als gevolg van dit soort omstandigheden en de verharde onderlinge omgangsvormen de neiging hebben om op een gegeven ogenblik te zeggen, bekijk het maar. En die zorg, die klinkt natuurlijk absoluut niet door in Den Haag. Maar ik zie soortgelijke verschijnselen, zie ik ook bij provincies en bij gemeenten. Dus dat is een probleem waar we ons wel even echt mee bezig mogen houden. En ik zie wel berichten van, de huidige ministers die hebben allemaal veel onroerend goed. Nou ken ik toevallig de situatie van een van die ministers die dan als veelbezitter, die man is bakker geweest. En die heeft nog een bedrijfspand. En dat wordt nou aangemerkt als veel onroerend goed. Kan er in Nederland ook met enige nuance over gedacht en geschreven worden? Bij deze. Dank u wel, meneer Remkes en meneer Koolmees, allebei, voor uw komst naar Buitenhof. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.